Hier is gisteren een trein ontspoord. De oorzaak daarvan is nog in onderzoek en onbekend. En daarbij is heel veel schade aan de infra ontstaan. Wissels zijn kapot, spoor is kapot en dat moet nu vervangen worden. Toen de trein weg was, hebben we de echte schade kunnen opnemen. En er was veel meer kapot dan we in eerste instantie verwacht hadden en gedacht hadden. Ja, dat moet allemaal vervangen worden en daar duurt het gewoon langer. Ja, er is een plan. Dat betekent dat we de wissels weghalen en gewoon rechtspoor inbouwen. De functionaliteit van de wissels kunnen we missen in de treindienst. En dat is gewoon de snelste oplossing. De wissels zijn niet leverbaar, dus op korte termijn. Dus nu bouwen we gewoon snel spoor terug. De robotrein die brengt spoorstaven. Hier vlakbij Hilversum is Krijlo, waar onze leverancier van spoorstaven, dwarsliggers wissels is. Die heeft dus heel snel kunnen schakelen en deze spoorstaven aanvoeren. Nu brengen we 120 meter spoorstaven hierheen. Dat bouwt veel sneller terug, minder lastwerk. Anders hadden we 30 meter spoorstaven moeten inbrengen en dat duurt gewoon veel langer voordat het klaar is.